Good morning, vangrailtjes op de snelweg van mijn bestaan. Na jaren smeken bij het hoofdkantoor over Dreemocht is het eindelijk zover. Krijgen we een redactiekat? Nee, nog veel beter. Oh, een klokhuispuppy! Nee, ik krijg een auto van de zaak. Mevrouw Reumer en het hele hoofdkantoor zijn eindelijk om. Gloedje nieuw. Hij staat voor de deur. Maar je had toch al zo'n patserbak die alleen op twee parkeerplaatsen tegelijk past? Ja, maar deze is gratis. Alles wordt betaald op kantoor, zelfs de benzine. Lekker om de file heen rijden, op kosten van het klokhuis. Heeft hij ook zo'n dak dat automatisch open en dicht gaat? Nee, dat heeft hij niet. Jammer. Is helemaal niet jammer. Met een open dak adem je alle uitlaatgassen van je voorganger in. Weet je hoe slecht dat is voor mijn milieu? Als het milieu je iets kon schelen, dan had je wel een elektrische auto. Oh, ik heb denk ik nog iets voor jou, Ben. Jongens, dit is Sharif. Hij zit bij mij op karate. Sharif is gevlucht uit Syrië. Hij was benieuwd hoe het er aan toe gaat op het kantoor van het tv-programma. Wauw, een echte asielzoeker. Hello, nice to meet you. My name is Leonor. Ik spreek gewoon Nederlands, hoor. Jij zit ook boordevol vooroordelen, hè? Welkom. Ik ben Ben. We hadden het over mijn nieuwe auto van de zaak. Auto van de zaak? Heeft hij van die vleugeldeuren die naar boven opengaan? Nee, die heeft hij niet. Ah, balen. Het is niet balen. Vleugeldeuren en een automatisch dak zijn alleen maar spelendingetjes voor van die kinderachtige vijftigers met hier een plukje grijs borsthaar. Hier, dobbelsteen. Voor aan de achteruitkijkspiegel van je nieuwe auto. Breng een geluk. Hing eerst in de auto van mijn moeder. Vonden ze niet meer mooi? Jawel, maar op een dag verloor ze de macht over het stuur en toen heeft ze die auto helemaal in de prak gereden. Oh. Maar in principe brengen ze geluk. Het is belangrijk dat Sharif kennis maakt met onze Nederlandse cultuur, onze normen en waarden. Ik ben gek op nieuwkomers, maar ze moeten zich wel aanpassen. Laat die inburgering van hem maar aan mij over. Tijd voor een stukje Nederlanderschap. Hoe werkt een koffieautomaat? Ik snap de knopjes wel, maar ik zie geen bekertjes. Sharif wil graag werken, dus ik dacht, hij kan wat klussen op de redactie. Heel goed. Want als die mannen zich gaan vervelen, dan gaan ze zich misschien afreageren. Wat zijn dat voor vooroordelen? Sharif is hartstikke vriendelijk. Harder. Harder slaan. Lekker aan het inburgeren. Er kwam geen bekertje, dus ik denk, ik geef hem deze tip. Er komen nooit bekertjes, want wij gebruiken onze eigen milieuvriendelijke mok. Weet je niet hoe een koffiemachine werkt? Nee, ik heb toch mijn eigen espresso-unit? Dat jullie die automaten drap nou verdragen? Dat moeten jullie weten, maar ik ga me niet aan jullie smaak aanpassen. Ik wou hem niet kapot maken, maar Ben zei tegen mij... Geeft niks! In Syrië heb je natuurlijk niet van dit soort supersonische koffieautomaten. Jawel, maar in Syrië bracht Nadia altijd mijn koffie. Oh, sorry Sharif, maar in Nederland is het niet gebruikelijk dat mannen zich laten bedienen door hun vrouw. Ik zeg het maar even. Nadia was niet mijn vrouw, Nadia was mijn secretaresse op mijn architectenbureau. Was je daar ook klusjes, man? Nee, eigenaar. Ik zeg toch mijn architectenbureau. Oké, maar op deze redactie hebben we geen koffiejuf. Iedereen is even belangrijk. Alleen ik ben iets belangrijker, daarom heb ik mijn eigen espresso-unit... en sinds vandaag mijn eigen auto van de zaak. Wat ik daarover wilde vragen, heeft hij ook zelfrijdende functie? Nee, hij heeft geen zelfrijdende functie. En geen massagestoel. En geen ingebouwde breedbeeld-tv. Wie denk je dat ik ben? James Bond? Nee, ik denk niet dat u James Bond bent. Jullie zijn gewoon jaloers op mijn auto. Allemaal. Zo, Sharif. Je bent kwaad gemaakt. Nou, dan ben je behoorlijk ingeburgerd. Weet je welke vrouw heel belangrijk was in Nederland... als het gaat om gelijkheid tussen mannen en vrouwen? Ik denk Pippi Langkous. Nee, Aletta Jacobs. Dat was de eerste vrouw die afstudeerde aan de universiteit... en daarmee ook de eerste vrouwelijke arts werd van Nederland. Ja, die. Ja, geen idee verder wie het is, maar we moesten haar kennen voor de inburgeringscursus. Ik krijg die koffieautomaat ook niet aan de praat. Volgens mij is die stuk. Oh, dan moeten we naar Ben's Espresso Unit. Ik heb mega veel zin in een lekker bakje pleur. Bakje pleur? Je bent nog beter ingeburgerd dan mij. Hoe is het mogelijk? Sharif is al meer dan 4 jaar in Nederland, hè? Hij is slim. Ik heb in Syrië hard gestudeerd. Ik was best een goede architect, maar het is zo frustrerend om steeds een gebouw neer te zetten... dat daarna weer wordt platgegooid. Ja, Sharif. Als alle vluchtelingen net zo aardig en hoog opgeleid waren als jij... dan zou ik zeggen, kom maar binnen met z'n allen. Ben. Nee, maar er zitten toch ook gelukzoekers bij? Ben. Hij niet. Jawel, ik ben een gelukzoeker. Nee, jij bent gevlucht voor de oorlog. Mijn stad lag in puin, mijn familie had honger. Ik was altijd bang, ook als ik sliep. Hier in Nederland hoop ik een beetje gelukkiger te worden. Ik ben een gelukzoeker. Tja,
is er eigenlijk geen gelukzoeker. Iedereen wil geluk. Ach, wat een onzin. Ga jij die dobbelsteentjes nou nog ophangen in je auto? Oh ja, dat was ik aan het doen. En waar waren die ook weer voor? Nou, jij zegt dat mij dat geluk gaat... Zo, die doet het weer. Het spijt me, Sharif, dat we nog zoveel vooroordelen hebben. Dat moet heel erg vervelend zijn. Nee, weet je wat vervelend is? Het gevoel dat ik altijd extra mijn best moet doen. Niet opvallen, niet schreeuwen. Potver, die snerdobbelstenen. Brachten ze geen geluk? Ik was er zo door afgeleid dat ik meteen met mijn auto van de zaak tegen een muurtje ben geknald. Wat balen. Nou moet ik mijn auto weer inleveren van het hoofdkantoor. Maar je hebt er wel iets heel chills voor teruggekregen. Een fiets van de zaak. Is dat een elektrische fiets? Nee, en hij heeft geen zadelverwarming en geen zelf oppompende banden. Het is gewoon een fiets. We hebben een jaar niet gefietst. Weet je nog hoe het moet? Anders kan ik het u leren. Fietsen over een Hollandse dijk met een beetje tegenwind. Kijk, dat is geluk.